En vroeger gingen we melk en op plastic een deul ophagen. De koeien erin en dan zat je droog als het regende. En dan ging de melk gelijk in een tankje, een wijde tankje. En dan kwam je thuis. En dan deed dat tankje leeg in de grote tank hier. En dan spoelen. Dat was wel gezellig hoor. Ja, toen mocht ik 23 koeien. Een heel hoopje hoor. Bij koeien ben je nooit vrij. Ik heb mijn leven lang 7 dagen gewerkt. Want die koeien die moeten ook eten hebben en je moet ze mesten en je moet ze melken. Daar altijd druk. En vroeger dorsten we hier thuis, heel vroeger. Mijn vader had een dorstmachientje en een dorstem en dan kwam de terror zo in het vouwen, dan door de windmolen heen en door een zeef. En al zulke dingen, maar ja, daar gaan we weer voorbij. En we hadden nog een oude windmolen staan. Dan ging ik zelfs mij afvoeren, dan moest ik draaien en dat ding er vloog de rotte draaien. Ja, vroeger hadden we het rot hoor. Oh, oh, oh. Ik heb nog gepikt en hopen zetten en toen heb ik een oude korenmaar gekocht. En die kostte 210 gulden. Ja, en hij moet weg, zei die boer, lamp hoor. Ik dacht, nou biedt ik niks meer, want hij had een nieuwe staan. Een tractormaar. Het was een oud korenmaar, hij deed best. We hebben de jaren meegemaakt. Vroeger deed ze met de zeker snijden. En toen had hij een zicht, zo'n zaasje. En pikhak in, dan sloeg hij zo in en dan haalde hij hem af. Ja, en dan open. Maar het was een verschrikkelijk werk hoor. Nou. En kentgras snijden heb ik ook toch gedaan met de zeker hoor. En dan moesten we doorgaan. Bremstruiken, alles zat er aan. Want vroeger die mensen aan allemaal sluiven om. En broer niks doorgaan. Nou, en dan leed dat op bosje neer en dan een keer omdraaien. En als het goed was, opbingen, een hoopje zetten en laten drogen dat uit de kant hoor. Want het was lekker hoor, want het rook zo lekker, hè. Ja, ja. Want de koeien hadden te graag en de paarden ook. Het was best voer. Nou, ja, ja. Ik naar de kerk had ook altijd een checkje op de fiets. Steek er in mijn zak, op de kerk, steek ik hem aan. Ja. Sillashoek is een dorp met lintbebouwing. Betekent dat het dorp bestaat uit een dijk met veel huizen, met boerderijen en vroeger veel arbeidswoningen die bij de boerderijen hoorden. En natuurlijk winkels en de timmerman en de smid. En die dijk die is oud. We weten niet precies naar wie hij nou genoemd is. Is het keizer Maximiliaan van Oostenrijk? Dat zou kunnen. Of is het keizer Karel de Vijde? Dat zou kunnen. Ja, die keizerdijk was van grote betekenis vroeger, want dat was natuurlijk de verbinding Puttershoek, Maasdam, Strijen. En heel in het verleden een belangrijke schakel. De verbinding, laten we zeggen, Amsterdam-Parijs zelfs. Zo zou je het kunnen noemen. Met alle mogelijke pontveren van Kralingen, Kuipersveer naar Strijensas. Ja, mijn familie woont hier al eeuwen in Sillashoek. En de boerderij speelt daar natuurlijk een grote rol. Wij stammen uit de familie
van molenaars en boeren. Dus vaak hadden ze ook een molen in eigendom en een boerderij ernaast. Dat had je vroeger. En wij wonen als familie hier sinds 1600. Dat weten wij ook niet precies. Er staat ook in de Statenbijbel wel het een en ander in opgeschreven. Maar dan beginnen ze, laten we zeggen, in 1750. Heel veel generaties zijn hier geboren in het huis waar ik nu woon. En aangetrouwd, zijn ook vaak heel vroeg overleden. Hadden grote gezinnen. Een verhaal apart voor die tijd, om in die tijd geleefd te hebben. En dat interesseert me nog wel eens. Nou, de gemeenschap zullen zoeken. Ik ben hier geboren aan de Keizersdijk. En mijn man is hier aan de Gatse Dijk geboren, net aan deze kant van de molen. Het huis staat niet meer, want dat is parkeerterrein geworden. Nou, en hier kwamen we op de school terecht. Nou, toen kenden we elkaar maar amper, hoor. Ik was een jaar ouder, dus ja, dan zit je al een klas hoger. Nou ja, Bert zal best wel eens bij me in de klas gezeten hebben, maar als jij in de zesde klas zit, dan zie je een jongen uit de vijfde klas nog niet, hoor. Nee, die zijn er nog te klein voor je. Silashoek, ja, dat was vroeger een aparte gemeente. He? Hier op het eiland. Die is in 18 zoveel samengegaan met Maasdam en Sint-Antoniepolder. En toen werd het één gemeente. Ja, tegenwoordig zijn we eigenlijk Silashoek alweer kwijt. Hè? Want het hoort tegenwoordig bij de gemeente Strijen. Na de herindeling van 1985, als ik het goed heb. Betekent ook dat dat het nogal veranderd is op mijn erf. Want voor die tijd, voor de herindeling, was de ene helft van de erf Maasdam en de andere helft van de erf Strijen. Best ingewikkeld. Want stel je voor, praktisch werkt dat wel anders, denk ik, dat je brand had, dat is ook wel voorgekomen, dat je brand had aan de voorkant van het erf, dan zou je Maasdam moeten bellen. En ook de sloot zou je Strijen moeten bellen. Nou, dat is een keer voorgekomen. Hè. In 1952 hebben we een behoorlijke brand gehad hier. En toen hebben we voor het gemak, maar het kan ook zijn in paniek, alle drie de brandweer maar gebeld. Dus Schavendeel gebeld en Strijen gebeld en Maasdam. Het grappige was, de brandweer die van ver moest komen, die was het eerst hier. En Maasdam kwam op het eind pas aan. Nou, hier overschrijden we de grens. Officieel de grens tussen Binnenmaas en de grens naar Strijen. Dus we staan nu in Strijen en we staan nu in Binnenmaas. Vroeger Maasdam. Maar vroeger liep Maasdam door naar het molenlijn en bij de boerderij van Leen Herweijer was de grens Strijen, Maasdam. De samenleving, de mensen onderling, die bepalen wat men vindt. Ja, het is natuurlijk de gemeenschap Silashoek. En dan zijn grenzen niet bepaald. Als kind, ja, kenden wij natuurlijk hier het hele dorp, hè, van Herweijer. Tot een eindtiekend dorp. En we gingen hier school. We hadden hier de kerk, het hechten, het allemaal, ja, erbij willen horen. He? En we hadden hier ook diverse winkeltjes. We hadden, nou even denken, hier op 200 meter hadden we drie kruidenierszaakjes. En we hadden op een paar honderd meter verder twee bakkers. He? En ja, tegenwoordig gaat iedereen overal heen. Maar dat was toen niet. Wie had een auto vroeger? Dat was maar een enkeling.
Dus, nou, die winkeltjes hebben toen allemaal goed kunnen bestaan altijd. Vroeger hadden we wel, laten we zeggen, 7 winkels met een bakker nog en een smid en een timmerman. Maar echte kruidenierswinkels, dan tel ik dus dat huis erbij, dat was een kruidenier. Dit was van alles, kruidenier, dus levensmiddelen, apotheekspullen, manufacturen, dus wooninrichting, eigenlijk van alles. Dan had je de bakker met brood en banket. Dan kreeg je daarvoor nog een winkel van Roos. Dat was een wat luxere winkel voor dit dorp. Dan kreeg je een stuk verder nog weer een bakker, bakker Hoogvliet. Mijn vader had een timmerbedrijf. En ja, dan moet je het ook van de mensen hebben van Silla Soep die klant bij jou zijn. Dus de ene week kwam die bakker aan de deur en de andere week die bakker. En zo deden we het ook met de kruidenierszaken. Je kocht bij alle drie wel wat. Bijvoorbeeld van Zilverschoon, wat vroeger Van Bergen heette. Die kwam dan één keer in de week met het boekje. En er werd opgeschreven wie allemaal nodig had. En nou, een paar uur later bracht hij dat allemaal. Een winkel die bijna niet veranderd is. In 60, 70 jaar, of misschien wel nou, bijna 100 jaar. Hier verkopen ze eigenlijk van alles. Nog steeds. Zo ging dat vroeger. Dat wij hier komen wonen zijn, dat is eigenlijk van ons vader af dat wij hier zitten. Wat heel de voorgeschiedenis is geweest dat mijn vader bij de familie Van Bergen gewerkt heeft. Eigenlijk, en die familie Van Bergen die heeft de zaak van zijn moeder overgenomen. Dus zo lang bestaat dit hier en is het eigenlijk winkel geweest. Hier binnen hebben we eigenlijk niks veranderd, het is alles zo gebleven eigenlijk. Vroeger leefden we natuurlijk in een hele andere tijd. De mensen die werkten toen eigenlijk, ja, toen mijn vader nog gerecht was en zelf bij zijn eigen was, toen waren de mensen natuurlijk gewoon zaterdags nog aan het werken. En toen was er zaterdag, was er een week geld, toen kwamen de mensen zaterdag boodschappen doen voor de hele week tegelijk. En dat gebeurde allemaal totdat er geld binnen was, voornamelijk op de zaterdagmiddag. Toen waren de winkels nog later open tot 6, 7 uur. En veel mensen tot 4, 5 uur werken. En dan later kwamen ze nog eigenlijk om de boodschappen voor een week binnen te halen. De boeren die een groot bedrijf hadden, hadden ook een soort van macht. Je kan dus spreken van het feodale tijdperk. Ze waren in die tijd dijkgraaf, ze waren of schout of schepenen. Ze hadden eigenlijk veel te vertellen aan het dorp. En ze boden ook werk aan de mensen. En dat heb ik ooit begrepen en gehoord. Dat dus wanneer er werk gezocht werd, men naar de boer ging met de pet onder de arm. En kwam vragen van boer, is er werk? En dan werd er ook eerst gevraagd, ga je naar de kerk? En je kan begrijpen, als je dus niet naar de kerk ging, had je geen werk. En ja, dan kan je toch ook spreken over de macht van de kerk en het feodaal tijdperk. Ja, de kerkelijke samenleving is belangrijk hier in het dorp. En het grappige is, of je nou kerkganger bent of niet, dat kan hier allemaal. Dus we hebben een goede onderlinge verstandhouding. Wel of geen kerkganger, dat maakt geen verschil. En dat is het leuke van deze samenleving hier in Silla Soep.
Ik geloof dat er 30 lidmaten zijn. Die niet zo groot. Ik was ouderling en ik zat in de kerk voor die. En ik ben nog diaken geweest. Een tijdje, dat ben ik ook geweest. Het woord over God en daar hou ik van. Ja. Dus ja, ik zou het niet graag missen. En we hebben tegenwoordig een goede dominee. Die brengt het woord goed, heel netjes. Oh ja? Want er is een God. En de mannen zijn gaan houden. Ja. Ik ben een mooi doen ook.